Welkom bij de kerstspecial van Breda Nu. Zoals jullie zien is de boom nog behoorlijk kaal. En we gaan vandaag zien op deze tweede kerstdag wat voor prachtig mooie wensen er worden ingevuld door alle lieve Breda'se mensen. Ik ben al flink aan het schrijven geweest, zie ik. Wat heeft u op het kaartje geschreven? Nou, ik vind het wel leuk om alle mensen fijne dagen en een goede gezondheid toe te wensen. En een compliment voor Breda Nu. Oh? Ja, want ik vind dat wel heel leuk, de plaatselijke zender, ook met alle uitzendingen die jullie doen. Alleen, in dat café, die twee heren, dat vind ik een beetje vervelend. Als die, een beetje vervelend, daar erger ik me aan, laat ik het zo zeggen. Dat hebt u door. Dan ga ik gewoon weg, klaar. Dan ga ik op Omroep Brabant kijken. Hier wordt druk geschreven, zie ik. Ja. Is de wens al zover? De wens is eigenlijk standaard, denk ik. Voor iedereen gezondheid, liefde en geluk. Als het even kan, natuurlijk met een baan, hè? Oh, u heeft geen baan nu? Jawel. Oh. Wij wel, maar voor iedereen wens ik dat. Iedereen, dat is een dus, mooie wens. Ja. En staat het goed hier? Ja hoor, prima. Ja. Prima hoor. Geen ondersteuning nodig? Nee hoor, nee. Helemaal niet. Maar dan moet je juist ja zeggen, dan gaan ze voor je staan. Oh ja. Oh ja, sweet. Ja, dat zou hij wel willen, hè? Ja. Mag van mij, ik zeg het zelf. Dat weet ik niet. Hey, gaat u nog iets heel bijzonders doen met kerst? Ik ga met de familie doen we altijd iets. En dan ga ik altijd tweede kerstdag naar Raffi. Dat is voor de Indische gemeenschap hier in Breda. En daar is ook altijd muziek. Dus daar is dadelijk ook de kerstmarkt hier bij Raffi, plus altijd muziek. Maakt dat heel gezelliger. En daar zijn Hollanders ook altijd welkom. Kijk. Kun je ook nog lekker eten als je wilt. Dus een volle planning met de kerst? Nee, dat is vanmiddag al. Hè. Oh, dat is vanmiddag al. Oké. Okay. Ja, morgen weer dansen ergens anders, dus ik heb altijd van alles te doen. Nou, en je moet het in de buurt houden. In de buurt. En in de buurt inkopen doen, vind ik. Nou, hang maar gauw het kaartje dan in de boom, ja. Hè? Dan we lekker vol hangen. Helen? Ja. Oké. Okay. Ik heb anders op mijn Facebook nog een hele mooie staan. Echt waar? Ja, maar dan moet ik laten lezen, want die is een beetje schunnig. Nou, dat kan best bij Breda nu hoor, een beetje schunnigheid. Ik heb hier een haakje om mee aan te hangen. Speldje, ja. Ah, zo. Hé, hey, maar op Facebook een beetje een schunnige. Ja, ik zal hem jou eens laten lezen. Even kijken, van wie is die pen? Komt er lekker even bij staan. Doe eens even vast. Vast. Juist omdat het bijna altijd standaard wensen zijn voor iedereen. Ik doe al jaren dezelfde. Kun je lachen. Tenminste, vind ik. Als je er een beetje... Als je ervan houdt, hoor. Ja. Ja, mag ze hem laten zien? Of, want ik zie wel een beetje wegkijken van jawel. Jawel, kijk maar. Komend jaar wens ik je de beste toe. Geluk, liefde, bla bla bla. Allemaal bullshit. Weg met die onzin. Ik wens je ongelofelijke wippartijen. Duizenden geile nachten. Dat je maar voor de helft naar je werk hoeft en daar rijkelijk voor wordt betaald. Dat je de staatsloterij wint. Als je dit naar 10 personen doorstuurt, gebeurt er geen ruk, maar je hebt op zijn minst iemand laten lachen. Ja, nou, die ja. Ja, maar die ken ik al. Ja, die doet ze elk jaar, hè? Ja. Wat heb je opgeschreven? Nou, ik wens in iedereen een fijn gezond 2019. En waarom heb je dit opgeschreven? Nou, ik heb wel eens een keer iemand gehad en dat was mijn hond van mijn neef en die was doodgegaan. Toen was ik heel niet zo blij en nu wens ik iedereen dus dat mensen dus blijven leven. Daarom heb ik het opgeschreven. Want daar heb je heel veel verdriet van gehad dat zijn hond was overleden. Ja. Hoe heet je de hond? Bo. En waar is hij aan overleden dan? Hij was ziek. En nu is er niemand die echt... Nou gaat het eigenlijk met iedereen gewoon heel goed. Ja, ze gaan ook een nieuwe hond kopen. Oh. Dus nou is eigenlijk iedereen weer blij? Ja, ze volgens mij de eerste of de tweede kerstdag hadden we. Oh. Hey, en ga je ook nog iets leuks doen met kerst? Ja, ik ga skiën.
Zo, en waar ga je heen? Winterberg. Doe maar. En kan jij ook al een beetje skiën? Ja, ik ski al vanaf mijn vierde. Oh. Nou ja, ik doe altijd een poging om te skiën, maar ik durf de blauwe piste nog niet af hoor. Ik heb wel eens een zwart af. Zo, goed hoor. Hé, hey, jij mag de wens in de boom hangen als je dat wil. Wil je, of wil je nog iets tegen de mensen thuis zeggen? Ik wens jullie allemaal een fijn en gezond 2019. Goed gedaan. Ik had het niet beter gedaan. Hey, laat maar eens even kijken. Wat heb jij hier opgeschreven? Wil je het vertellen? Ja. Zullen we het samen lezen? Ja? Merry Christmas. En een gelukkig nieuwjaar. En waarom heb jij voor deze wens gekozen? Voor een hele mooie wens. Ja, nou, dat vind ik ook. Heb jij zelf nog wensen? Nee. Wat ga je doen met kerst? Met papa en mama thuis eten. Leuk. En lekker eten. Ga je ook nog spelletjes doen? Ja. Wat is jouw lievelingsspelletje? Doolhof. Doolhof? En wie wint er altijd met Doolhof? Meestal papa. Nou, daar moet deze kerst wel verandering in komen, toch? Of niet? Zou hij vals spelen, papa? Nee. Nee, papa is altijd eerlijk natuurlijk, hè? Maar hoe kun je nou gaan zorgen dat jij, jij met deze kerst Doolhof gaat winnen? Hoe ga je dat doen? Ik weet het niet. Ik denk dat ik het wel weet. Als je nou vooraf papa heel veel borreltjes geeft. Heel veel borreltjes. Hier, papa, neem ook lekker een borreltje. Hé. Hey. Heb je kans, hè? Hey meiden. Wat hebben jullie allemaal in de boom hangen? De boom hangt al bijna vol. Wauw. Wat heb je op je kaartje geschreven? Wat voor kerstwens heb jij? Ik wens dat de oorlog rondom de wereld stoppen en dat er ook gelijkheid bestaat tussen alle mensen. En dat natuurlijk iedereen een fijne kerstmis heeft. Ja. En waarom vind je dit zo'n bijzondere wens? Omdat vaak op school hebben we het er ook over dat er in sommige delen van de wereld er geen gelijkheid bestaat. En dat is niet eerlijk voor mensen, want soms willen ze ook wel wat en dan worden ze niet behandeld met respect. Laten we hopen dat jouw wens gaat uitkomen. Ja, hoop ik ook. Ja. Wat heb jij hier opgeschreven? Dat discriminatie stopt. Ja. En waarom heb je die opgeschreven? Nou, er is gewoon heel veel discriminatie rondom de wereld. En ja, dat vind ik niet eerlijk, want we zijn gewoon allemaal mensen. Ja. We hebben allemaal hetzelfde hartje, hè? Ja. Hey, en kom jij er ook lekker bij? Kom er lekker bij. Heb jij ook een wens opgeschreven? Ja. En wat heb jij erop geschreven? Ik wens dat arme mensen vaker naar de dokter kunnen als ze ziek zijn. Wauw! En waarom heb jij die wens opgeschreven? Omdat heel vaak in Afrika komt het voor dat mensen niet naar de dokter kunnen omdat ze niet genoeg geld hebben. En dan blijven mensen ook gezonder natuurlijk. Mm-hmm. Ja. Goed over nagedacht. Wauw! Nou, ik heb opgeschreven dat er meer eten moet komen in Afrika en in Syrië, omdat ze oorlog hebben gehad en dat ze weinig eten hebben. En ik heb ook op tv gekeken dat ze echt weinig eten hebben en je ziet echt die botten en ik vond het echt zielig. Dus daarom heb ik het daarover gedaan eigenlijk. Hey, en zou je daar bijna een actie voor willen verzinnen dan? Ja, het zou me wel leuk vinden, maar ja... Met wie eigenlijk? Ik kom wel met hun, maar... Nou, wat een goed idee. Wat een goed idee. Wat had jij opgeschreven? Nou, ik heb opgeschreven van dat ze geluk krijgen, de Afrikaanse mensen. En dat ze veel meer huis krijgen en zo. Want die waren kapot gegaan voor die... hoe heet dat? Ja, oorlog. En dat ze weer allemaal gelukkig worden. Er staan een stel knappe meiden hier, zeg hey, met prachtige wensen. Laten we hopen... Oh, wacht even. Kom jij er ook nog even bij? Maar laten we hopen dat die wensen gewoon uit gaan komen die jullie hebben opgeschreven in de boom. Ja. Hey meiden, hele fijne kerstdagen. Ja, die ook. En ja, maak er met z'n allen iets moois van.
En wat knap dat jullie ook nog aan de wereld denken. En ja, super. Hey mevrouw, ik heb net gezien dat u iets moois in de boom heeft gehangen. En wat heeft u als grote kerstwens opgeschreven? Dat Breda nu nog lang mag blijven. En dat burgemeester Paal heel goed werk doet voor Breda, dat hij veilig blijft. Wat vindt u dan het belangrijkste aan veiligheid? Nou, criminelen. Ja. Ja. Hey, en ik zie dat u lekker aan het... bent u aan het winkelen of bent u samen... Ja, voor die mevrouw zit in Vlichtenhagen. En daar doe ik meestal aan boodschappen mee. Best wel heel lief. Ja. Hey, en wat gaat u met de kerst doen? Nou, dat weet ik nog niet. Nog geen plannen gemaakt? Nee. Nee. Dat weet ik nog niet. Nee, oké. Ja. Nou, dus, heeft u wel een mooie kerstboom staan thuis? Nee, ook niet. Ook niet? Dat heb ik al sinds dat mijn man, die is 16 jaar overleden. En dat deed mijn man altijd, dus dat heb ik nooit meer gedaan. Oké. Okay. Nee. Dus echt een bewuste keuze? Ja, een bewuste keuze. Ja. Ja. Oh. Dus. En veranderen de kerstdagen dan ook? Ja. Ja? Ja. 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 Ja, misschien een rare vraag. Natuurlijk veranderen dan de kerstdagen. Ja. 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 Ja, nooit meer zoals het was. Nee. Ah, daar was hem. Nou, lieve kijkers. Tot volgend jaar. Wij hebben ervan genoten. En wij wensen jullie allemaal een hele fijne kerst. Heel mooi nieuwjaar alvast. En tot ziens.